Goedemorgen. Wij zijn Milan en Sarah. We gaan een interview over het bombardement van Zuiderhout en wat u daar heeft meegemaakt. Vindt u het moeilijk om over het onderwerp te praten? Nee, niet. Zeker niet. Ik vind het zelfs mooi om erover te praten. Oh. Ik heb over het onderwerp een boekje geschreven voor mijn kinderen en kleinkinderen zelfs. Oh. Hoe oud was u op het moment van het bombardement? Ruim 4 jaar, bijna 5. Kunt u zich nog veel over herinneren? Nou, mijn vroegste herinnering, überhaupt in mijn leven, is geluid. En het geluid van bommenwerpers, dat herinner ik me nog zo goed. Er is een bepaald geluidsniveau. Als ik dat hoor, of het nu van een vrachtwagen komt of van een vliegtuig of zo, dan roept dat bij mij die herinnering op van bommenwerpers. Ja. Want die vloog hier veel overheen. En op weg naar Duitsland. Omgekeerd eerst van Duitsland richting Engeland. En daarna van Engeland richting Duitsland. Het was hier veel geluid boven. Kunnen ze ook nog veel herinneren over het leven voor het bombardement? Ik weet dat we het niet rijk hadden. Dat het heel arm was in de tijd dat de hongerwinter hier was. Want we hadden heel weinig eten hier. Je weet dat hier afgesloten was. Dat eten, ja, dat moest je maar zien te vinden. Dus mijn vader ging vaak op de fiets met houten banden. Ging die naar boeren toe in de omgeving. Om te kijken of hij daar wat eten kon krijgen. En dat deed hij dan niet met geld, maar ruilen van voorwerpen. Dus een gouden ring of weet ik, dat soort dingen. En op die manier zaten wij in de hongerwinter. Hoe zag uw gezin eruit op dat moment? Mijn vader en moeder. En ik als enige. Oh. En mijn grootouders die woonden vlakbij ons. Oh, okay. Van mijn moeders kant. En hoe merkten jullie op de dag van het bombardement dat het bombardement was begonnen? Ik moet je zeggen, ik herinner me alleen de angst van mijn ouders. Want dan hoor je dat er allerlei huizen gebombardeerd worden. En dat alles in brand staat. En toen zijn wij op een heel eenvoudige manier gevlucht. Iedereen vlucht uit de wijk. Ik woonde op Portiek waar ook Uri Roosentaal woonde, die later minister geweest is hier. Wij vluchtten en mijn ouders probeerden mij af te houden van het gezicht van brandende huizen. Maar ja, die waren natuurlijk wel en die zie je ook. En zo zijn we gevlucht met mijn grootouders naar Voorburg. Maar mijn grootvader die had ernstig hongerödeem, dus veel te kort aan voedsel. En die kon amper meer lopen. En ik had een kinderwagen, althans hadden mijn ouders mij ingezet. Maar ik kon niet verder. En toen hebben ze mij eruit gehaald. En ik kon als 5-jarige bijna prima lopen. En toen is mijn grootvader erin gaan zitten en zo zijn wij gevlucht naar Voorburg. En toen jullie in Voorburg aankwamen, waar zijn jullie toen heen gegaan? Daar hadden mijn ouders vrienden. En daar konden we onder het dak vinden. En daar zijn we de nacht gebleven. En de volgende dag via Rijswijk naar de andere kant van de stad. En daar woonden mijn andere grootouders. En daar, hebben we weken gebivakkeerd. Totdat we weer terugkomen naar Bezuidenhout hier. En hoe lang duurde dat voor je terug kon naar Bezuidenhout? Wat ik weet, een week of 4, 5. Met ook nog andere dierbaren of kennissen verloren tijdens het bombardement? Tijdens het bombardement voor mijzelf niet. Ja, ik was een kleuter dus. Maar mijn ouders natuurlijk wel. Maar niet in mijn familie. Is jouw huis ook gebombardeerd tijdens het bombardement? Nee. Oh. Nee, ons huis, de straat achter ons huis wel. Ons huis niet. Je hebt wel geluk gehad daarmee. Ja, we hebben geluk gehad. Ja, kijk, ik ging naar een lagere school, basisschool. En met mijn vriendjes en zoals ieder kind wil je dingen onderzoeken en ga je erop uit. En wij vonden eigenlijk de grootste attractie. Het mocht niet van onze ouders, maar om hier tussen die ruïnes te spelen en te kijken of je nog wat vond, was natuurlijk een beetje luguber. Je kunt zeggen erg luguber,
Maar ja, als kind realiseer je dat niet. En met name herinner ik me het beste die kerk die hier verderop staat, die katholieke kerk. Er zijn ook veel foto's van. Die was ook gebombardeerd. Dit is een nieuw gebouw. En in die kelders, daar vonden we altijd wat. En wat zijn de coolste dingen die u daar gevonden heeft? Ja, meest voorwerpen. Dus ja, kopjes die gebruikt werden of glazen of geen kostbaarheden. Heeft u het gevoel dat mensen anders met elkaar omgingen na het bombardement? Dat ze juist meer toenadering zochten of juist meer van anderen afsloten? Wij woonden op een portiek hier met 4 gezinnen. En een katholiek gezin, een joods gezin, een Roosendaal. En 2 gezinnen zoals wij, eigenlijk niet aangesloten bij een kerk. Ja, dat ging allemaal heel goed met elkaar om. Wat ik wel merkte, in mijn klas zaten ook joodse kinderen. En mijn beste vriendje in die tijd, zijn ouders waren afgevoerd naar Duitsland en omgekomen. En hij woonde bij een oom en tante van hem. Die hadden geen kinderen en die woonden tegenover mij. En ik weet dat mijn ouders altijd zeiden, Albert heette die, je moet aan Albert nooit vragen over zijn ouders. Want dat zou veel te pijnlijk zijn. Hij noemde zijn oom en tante ook vader en moeder, papa en mama. Maar ik moest nooit doorvragen. Ja, een goed vriendje van mij was het zoontje van een rabbijn hier. Mossel heette die. En die woonde ook bij ons in de buurt. Moosje Mossel was mijn vriendje. En ja, daar waren ook ontzettend veel mensen omgekomen in die familie. Is de school wel blijven staan na het bombardement? Ja, ja, de school is ook blijven staan. In welke school heeft u gezeten? Ja, dat was een openbare school. Die is er niet meer. Oh, oké. Okay. In de Bezuidenhout aan de andere kant van de Magnus-Indië. Ja, waar nu de tram doorheen rijdt, dat waren vroeger. Was 1 groot sportveld en daarachter had je de ijsbaan. Waar Mariahoeve begint. En daar was die school aan. Wat vindt u dat er zo'n grote fout is gemaakt door de geallieerden? Ik weet van mijn familie, dat is ze nooit kwalijk genomen. Omdat wij wisten dat een van de mensen die in Londen zat en deze bombardementen aanstuurde, zelf familie had hier in het Bezuidenhout. En daar waren rekenfouten gemaakt met de coördinaten. Coördinaten in de lucht. En ze dachten dat ze de bommen lieten vallen op het bos hier. Want daar stonden de V1-installaties die de Duitsers opstelden om Londen te bombarderen. Maar ja, ze vergisten zich en toen werd het de wijk. Natuurlijk, het was verschrikkelijk voor iedereen. Maar wat ik me heel goed herinnen, mijn oma zat ook in het verzet. En ja, er werd nooit meer over gesproken. We moesten vooruit. Ja, de term in die tijd was de wederopbouw. Nou, die konden wij aan de lijve zien, want ja, het was hier in al ruïne. Dus je dacht alleen maar aan de toekomst. Het moest beter worden. Vindt u dat het ook beter is geworden of dat eigenlijk de wijk beter was voor het bombardement? Ja, voor het bombardement was dit een prachtige wijk. Komen jullie wel eens in het Statenkwartier bij het gemeentemuseum? Dat was net zo'n wijk als was hier. En daar woonde de familie van mijn moeders ouders. Maar goed, die zijn niet weggebombardeerd. Maar het was een prachtige wijk. En ja, die nieuwbouw die ervoor in de plaats gekomen is, daar had iedereen verdriet van. Ja, dat kan wel begrijpen. Ja. Vindt u dat er meer aandacht moet worden besteed aan het bombardement? Ik heb de indruk dat er erg veel aandacht aan gegeven wordt. Ik ga zelf ieder jaar naar die herdenking van de kerk hier aan de Avenue-Stindië. De dominee, die is hier. Mm-hmm. Oh, ja. En die ken ik van de preekstoel. En ja, ik merk dat er altijd veel mensen zijn en ook jongere mensen. En ik woon zelf in Bunnik, bij Utrecht.
En naast ons huis, nou ja, vlak daarbij, heb je Rijnouwen. Misschien kennen jullie het wel, pannenkoekenhuis Rijnouwen en zo. En dat ligt, daar liggen de forten van Nederland, van de waterlinie, van, ja, uit de 19e eeuw. En dat was een fusilladeplaats. En daar is ieder jaar op 4 mei ook herdenking. En wat ons opvalt, is dat er steeds meer jonge mensen, ook jullie generatie, komen naar die herdenking. Is er ook nog veel contact met andere mensen die in die tijd het bombardement hebben overleefd? Ja, dan gaan er natuurlijk steeds meer dood. Ik ben zelf ook boven de 80. Ja, ik ben zelf ook ieder jaar bij het bombardement herdenking. Ja. En ik merk ook dat het groepje wel zo langzamerhand steeds ietsje kleiner wordt. Hoewel ik nog steeds wel vind dat er een redelijk grote groep aanwezig was dit jaar. Ja, vind ik wel. Ja. Maar ja, het is toch wel de mensen die het echt hebben meegemaakt, die gaan langzaam toch wel weg. Ja. Hebben jullie Paul van Vliet gevraagd? Want die woonde hier achter. De cabaretier Paul van Vliet. Ik weet niet of je de naam kent. Nee, ik ken hem niet. Nee. Hij is 2 jaar ouder dan ik. Maar zij zijn echt weggebombardeerd hier. Als u zeg maar, het hele toestand ziet in Oekraïne, doet het dan u ook denken aan de Tweede Wereldoorlog? Ja, sterk. Ja. Als ik daar die ruïnes zie, dan komen die beelden bij mij ook weer boven. Nee, dat gevoel heb ik heel sterk. En ja. Wat doet dat met u? Ja, herkenning. En het verschrikkelijke daarvan, wat mensen te verduren hebben. Even los van de oorlog, natuurlijk ben ik voor de westerse kant. Ja, al die duizenden mensen die doodgaan, gewone burgers. Ja, net als die 500 mensen die hier omgekomen zijn bij het bombardement. En dat zie je gebeuren. Je ziet de mensen vluchten. Ik ben ook mijn leven lang naast mijn werk betrokken gebleven bij vluchtelingenwerk. Dat heeft mij altijd enorm gefascineerd. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met mijn eigen ervaring. En wij vluchten eigenlijk in een soort, ja, niet luxe, maar in een goede situatie. Want we konden ergens heen, we vonden onderdak enzovoort. Maar al die mensen die nu moeten vluchten en niet weten waar ze uitkomen, is verschrikkelijk. Ja, die hebben dat natuurlijk niet, een plek omheen te gaan. Nee, die hebben geen plek. Nee. Heeft u nog lang moeite gehad met wat er allemaal is gebeurd? Met de oorlog? Ja. Niet dat ik me herinner. Het kan zijn. Ja, ik ben een type die gauw bang is dat een ander wat overkomt. En mijn kleinkinderen, toen onze kinderen opgroeiden, ja, was ik veel van huis. Ik werkte en mijn vrouw die deed het primair. Maar toen wij kleinkinderen hadden, was ik al gepensioneerd. En ik merk dat ik heel voorzichtig ben, altijd. Maar jongens, oppassen hier, oppassen daar. Ik ben altijd bang dat ze wat overkomt. En hoe gaan uw kleinkinderen daarmee om? Vinden ze dat vervelend of vinden ze het juist, ja, begrijpen ze het heel goed? Nou, ik heb een hele goede relatie met mijn kleinkind. Dus, nee, ze vragen mij wel over de oorlog. Dat is natuurlijk ook wel gewoon interessant en belangrijk. Ja, als er gelegenheid er is. Hè? Ook nu met Oekraïne. Opa, hoe was dit of hoe was dat? Dat is heel, ik heb geen vragen. Ja, ik denk dat dit onze vragen waren eigenlijk. Ja? Ja. Dus ik vond het erg leuk om erover te praten. Maar daarom heb ik die foto meegenomen. Kijk, ja, dat is eigenlijk mijn oudste herinnering. Geluid. En met name die bommenwerpers. En heeft u deze foto gemaakt of uw ouders deze foto gemaakt? Nee, mijn opa heeft deze foto gemaakt. En mijn oma, die heeft het daaronder geschreven. Maar die vergiste zich. Tussen het bombardement op 3 maart en 29 april hadden wij hier de voedseldroppings. En dat herinner ik me heel goed. Dat wij op het dak stonden en zwaaiden naar de vliegtuigen die laag overvlogen. En ja, pakken, eten, ja, uitwierpen. En deze foto is dus van tijdens het bombardement of toen op 29 april?
Nee, wat in het midden gebleven is, mijn grootouders wisten niet meer of het nou een vliegtuig was, een bombarderend vliegtuig of een vliegtuig die juist voedselpakketten uitwierp. Nou, dus vandaar dat dat een beetje, maar het is voor mij meer symbolisch. Dat dag en nacht hoorde ik die vliegtuigen overgaan als kind. En ja, het was een sperrgebied, dus je lag in het donker. Alle ramen waren afgesloten, je mocht geen licht hebben. En buiten die vliegtuigen hoorde ik die V1's hier opstijgen uit het bos. En dat was zo'n ja, fel snerpend geluid. En, dus geluiden zijn voor mij nog belangrijker dan de beelden. Ik zie het beeld wat ik wel heel goed voor ogen heb, is dat na de oorlog de Canadezen en de Engelsen hier langskwamen. Ja, in optocht als het ware, met jeeps en wagens. En dat wij aan de kant van de weg stonden te juichen, omdat dat de bevrijders waren. Dat herinner ik me heel goed. Ik zie dat u ook deze asbak heeft meegenomen. Is daar een reden voor? Heeft u daar een verhaal bij? Nou, kijk, daar staat een tekst op. En ieder plaatje stelt een fase van de oorlog voor. 1940, het begin. Nou, je kunt zelf lezen. En na de oorlog, ja, het was armoede overal. En ik liep altijd in kleren die oude kleren waren van mijn ouders of grootouders en die vermaakt werden tot kinderkleren. Maar wat ook heel veel gebeurde was met ook voorwerpen die gevonden werden in het puin en een blik, werden dan weer dingetjes gemaakt. En dit is gemaakt, het staat eronder op, u las het, hè? Wat staat er ook weer? Dit is van alles gemaakt van het blik, van de dropping waar de voeding staat. Ja. Dus dan had je knutselaars die dit soort dingen maakten. En in die tijd was roken. Ja, dat deed iedereen tot schande. Heeft u veel dingen meegekregen van uw ouders en over grootouders over het begin van de oorlog? Ja, mijn grootmoeder, die dus actief in het verzet was, die sprak er niet over. Zij had een Indische achtergrond, half Indisch. En die kon daar niet meer over praten. Dus dat werd doodgezwegen. En de zuster van mijn moeder zei ook, joh, begin niet weer over die oorlog. Daar mocht je niet over praten. Mijn ouders zelf wel. Mijn vader zat op het ministerie hiernaast. In de oorlog, voor de oorlog. En hij zat ook in het verzet. En hij kon er wel over praten. Dus ja, via hem heb ik ook heel veel gehoord en geleerd. En mijn familie is een bewaarfamilie. Dus ik heb heel veel van mijn grootouders, heel veel van mijn ouders, allemaal in mijn huis. Ik heb één broer en die is van na de oorlog. En die zegt, berg jij maar het archief van de familie op. Vindt u het mooi om dat soort spullen te bewaren? Ja, ik vind het mooi. Ik heb een studeerkamer, die staat ook vol. Ja, ook met boeken. Maar het begint me af en toe een beetje te bekruipen. Van ja, waar moet het allemaal heen? Ja. Ja, wie heeft er belangstelling voor zoiets? Precies. En ik heb onze jongste dochter. Die heeft een vriend die werkt bij het NIOD in Amsterdam. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. En die hebben veel belangstelling, met name voor geschreven dingen. Maar ik heb ook zoveel van dat soort dingen. Wordt u wel eens emotioneel als je vooral beelden ziet van hoe de oorlog was? Van onze oorlog? Nou, het doet me veel. Of ik emotioneel, ik ben vrij rationeel. Maar ja, het doet me wel veel. Maar het is niet zo dat ik ervan ga huilen of zo. Maar herdenking ook, dat vind ik heel belangrijke momenten. Nou, bedankt dat u hier was. Ik vond het een goed gesprek. Ik waardeer het heel erg dat jullie dit doen. Nou, bedankt. Dank u wel. We hebben er allemaal heel veel van geleerd. Nou ja, ik hoop dat de geschiedenis
ja, altijd bekend blijft. En ja, geschiedenis wordt altijd weer actueel door de dagelijkse werkelijkheid. Zoals je de bombardementen ziet in Oekraïne, verschrikkelijk. Ja. Succes. Dank je wel.